Huh, het is weer zover. <laughs> het is weer zover. En, en moet je eens even kijken waar we zitten? Ja? Ja, als je natuurlijk uh, luistert naar deze podcast, dan heb je geen idee waar we het over hebben. Nee. Maar als je kijkt naar deze podcast, dan zie je een hele andere omgeving. De muur is geverfd. De, de muur is geverfd. <laughs> er staan lampen op de achtergrond. Uh, we hebben lampen op ons gezicht. We zijn gewoon even geüpgraded. Uh, we zijn geüpgraded, ge flink ook. Zo. We dachten gewoon het nieuwe jaar. Willen we goed aan gaan pakken. Yes. En daar hoort een, een hele leuke en goede podcast bij. Ja. En daar moeten we ook alles uithalen wat erin zit. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar even, even naar jou. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goede vraag. Ja, het gaat goed. Ik ben uh, lekker ontspannen het jaar begonnen, net als jij. We zijn lekker een weekje ertussenuit geweest. Of wat zeg ik tien dagen. Ja? Dus uh, helemaal opgeladen, lekker wat vitamine D uh, opgeslurpt. En uh, ja weer vol energie om te starten echt meer dan ooit moet ik zeggen ja ik heb dat ook hoor want we zijn natuurlijk naar het buitenland geweest lekker een periode kunnen reflecteren ja. goed kunnen voorbereiden op het nieuwe jaar en je merkt wel dat eh, en natuurlijk de vitamine D dat helpt ja, heel erg het kleurtje op het gezicht maar ook gewoon weer het het overzicht en even uit je omgeving worden getrokken ja ja, dat zorgt echt voor een hele krachtige nieuwe start van het jaar, bij ons in ieder geval. Ja. Uh, want wij, ja, dat hebben we ook samen op vakantie natuurlijk besproken. Mm. Uh, dat we er echt, uh, echt weer klaar voor zijn. Leuk. Ja, ja dus ja. ik hoef jou niet te vragen hoe het gaat, want eigenlijk heb je dat nu beantwoord. Nee, en dat hebben we natuurlijk ook al uh, op vakantie besproken, hoe het gaat. Ja. Uh, en, uh, en hoe we ervoor staan. Maar voor de luisteraars. En voor, en voor de luisteraars, ja, met mij gaat het ook prima. Ja. Want ja, weet je, we zijn broer en zus, we zitten in één flow. Uh, Foodtarts gaat lekker. Ja. De, uh, de podcast, we zijn in een hele nieuwe sfeer. Och, ik, heerlijk, heerlijk. ik vind het fantastisch. Fantastisch. Heerlijk. Heerlijk. Ondanks wat er gebeurt hè, op de wereld. Want daar moet je natuurlijk even. focussen op die eigen bubbel. Maar daar gaan we later nog wel een podcast over opnemen. Ja. ja. Maar het is toch wel. Uh... Een stukje controleren wat je kunt controleren. Dat bedoel Omt ik. Daarin terug. Ja. ja. Maar dat, laten we dat voor een andere ja. aflevering bewaren. Want deze aflevering, dames en heren, let goed op. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je kunt stoppen met een ongewenste routine. Ja. Nou, laat ik die vraag maar meer gelijk <laughs> aan jou terugkaatsen. Ja. Uh, als je kijkt naar het onderwerp van deze podcast. Hoe kan je stoppen met een ongewenste routine? Ja. Wat is dan het eerste antwoord? Wat jij zou geven? Stoppen gaat niet. Iets toevoegen wel. Heel ja. kort samengevat. Ja, dus dan haak je natuurlijk in op een van de basisregels van Food Charts. Ja. Dat is eh, dat wij liever de focus leggen op dingen toevoegen in plaats van weglaten. Ja en dat is dus het eerste antwoord wat jij geeft. Ja, want je, je ziet heel vaak, bijvoorbeeld ook met het nieuwe jaar, hè, dat mensen zeggen ik wil stoppen met roken. Um, maar wat ga je dan wel doen, zeg maar? Want stoppen met roken betekent, ik ga niet meer roken, maar die tijd die overblijft en die behoefte die je vervult met roken, die zal blijven, zeg maar, die behoefte. Ja. Um, en dan moet je kijken, wat ga je doen om die behoefte nog steeds te vervullen? Want die behoefte is er niet zomaar. Ja. En ik denk dat we dat zo met voorbeelden ook uh, wat praktischer kunnen uitleggen. Ja. Um, of gaan we dat gelijk doen, dat kan ook. Ja, ik denk, ik denk als we hem dus even los gaan plukken, dan zeg je dus van, je doet bepaalde dingen, omdat je daar een bepaalde behoefte mee wilt vervullen. Ja, en dat doe je eigenlijk onbewust, grotendeels. Ja, omdat uh, 95% van de dingen die we doen... die zijn natuurlijk onbewust, ja. waarvan routines ook. Ja. Uh, routines zijn ook wel weer heel erg in elkaar geweven... met, met keuzes die je maakt. Ja. Uh, maar zullen we er dan eentje een, een, een soort van duidelijk voorbeeld uitpikken... om te kijken hoe dat dan precies werkt? Ja, ik denk als je kijkt naar, naar wat veel genoemd wordt... ook in, in kick-offs die we geven voor bedrijven hè, en webinars... dat uh, het stuk op je telefoon kijken zodra je wakker wordt, dat is iets wat heel vaak terugkomt en waarvan mensen zeggen ik wil hiermee stoppen. Um, maar als je jezelf de vraag stelt van welke behoefte vervult dat kijken op je telefoon in de ochtend, dat is waarschijnlijk een vraag waar je nooit eerder over na hebt gedacht. Nee, ja, zelfs uh, net voordat we deze podcast gingen bespreken met waar zouden we het over gaan hebben, um, stelde ik ook de vraag aan jou van, ja, ik denk wel dat die behoefte, zeker als het ook gaat over uh, op je telefoon kijken, uh, die behoefte. Die wordt door iedereen anders ingevuld, denk ook, ik. Ja. Um, maar wat, wat zijn nou de dingen die voor de hand liggen met, met die routine? Ja, je kan bijvoorbeeld denken aan een stuk afleiding. Hè? Want als je wakker wordt, dan kan je heel snel in een soort denkmodus gaan. Van, oh, ik moet dit doen en dat. En dat zorgt voor heel veel stress gelijk. Uh, en door dan lekker door Instagram te scrollen en te kijken naar wat anderen doen, haal je eigenlijk je aandacht even van je eigen leven af. Uh, ja. Dus dan is het een stuk ontspanning en ook wel ja, afleiding, eigenlijk. Ja. Um, maar ik vond die jij benoemde ook heel goed. Ja, Juist dat je eigenlijk vanaf het begin van de dag bang bent om dingen te missen en van alles op de hoogte wilt zijn. Ja. Uh, en dat gaat bij heel veel mensen gaat dat ook nog door van, oké, okay, wat heb ik dan s'nachts uh, of s'avonds gemist? Mm -hmm. uh, als je kijkt over je e-mail checken of je berichtjes checken. Uh, dat zie ik ook dat heel veel mensen uh, dat doen. Ja. En ik kan me ook nog wel herinneren dat wij best wel verbaasd waren over het feit dat mensen dus constant, en dat begint dus al aan het begin van de dag, met hun mail bezig zijn of uh, met hun berichtjes bezig zijn. Dat wij echt zoiets hadden toen we met die kick-offs ook bij bedrijven. Toen we die aan het gaven waren, dat we echt dachten van, oh, heel veel mensen hebben dus eigenlijk dit onbewuste probleem, als het ware. Ja. Want mensen die voelen zich gestrest, die voelen heel veel druk, weten vaak niet waar het vandaan komt. Maar als wij dan met het oor gaan luisteren en al te horen krijgen dat mensen aan het begin van de dag uh, al hun berichten gaan checken, hmm. op het moment dat ze in hun bed liggen, ja, dan is dat wel een hele grote bron van, uh, van het probleem, denk ik. Ja, en nou ja, heel eerlijk, een aantal jaar terug deed ik hetzelfde. Ik word wakker en ik ging kijken hoeveel likes ik had. En hoe goed mijn berichten het hadden gedaan. En WhatsApp en mail, inderdaad. En het nieuws. En wat voor weer wordt het vandaag? Ja. Um, en toen dacht ik dat dat ervoor zorgde dat ik de dag even rustig kon beginnen. Lekker in bed op mijn telefoon. Is het, um, is het dan ook een soort van uitstelgedrag? Omdat je weet van ik heb nog heel veel dingen op de planning staan. Uh, dit kan ik gewoon nog even lekker doen? Of is dat? Kan. Ja, ik denk dat bij sommige mensen het wel is. Dat was maar... bij jou niet het geval toen. Nee, bij mij was het weer. Herinneren. Ook een stukje soort verslaving, wel. Uh, ja. Maar ik deed het wel echt om inderdaad te checken wat ik gemist had... en om overal weer van op de hoogte te zijn voor mijn gevoel. Uh, en dus ook van, wat doen anderen? Ja. Want toen volgde ik ook echt heel veel mensen. Nu volg ik eigenlijk bijna niemand meer. Uh, ik ja, zet, ja. Zelfs al zou je dat doen, dan zou ik kan je nog steeds dat moment bepalen... Ja. wanneer je dat gaat doen. En ja. dat moet dus bij voorkeur niet uh, op het moment zijn dat je je ogen opent. In nee, bed. precies. Ja. Nee. Nee, dus dit is dan een heel ja, concreet voorbeeld waar we heel lang denk, over door kunnen praten. Daar zou je ook een podcast aan zich over op kunnen nemen. Uh, maar ik weet wel bij mij, toen ik op een gegeven moment echt gewoon gek werd in mijn hoofd, want dat was het. Je weet nog, toen in dat huisje ook. Ik brak gewoon omdat ik... Het ging heel de tijd door. En dat begon altijd in de ochtend al. Ja. Ja, en de, de, hoe je de dag start, dat zet gewoon de toon voor de rest van de dag. Dus da daar ging het gewoon mis. Dus toen besloot ik ook, ik wil hiermee stoppen. Maar ja, oké, okay, je ligt in bed, je wordt wakker en die telefoon ligt naast je ja dan kan je proberen tegen jezelf te zeggen van pak hem niet pak hem niet pak hem niet maar dan pak je hem toch ja. Ja, dus dat stoppen is gewoon heel moeilijk waar dit dan ook om gaat zeg maar hè, deze hele podcast en toen ben ik gaan kijken oké okay, maar waarom doe ik het dat is dan stap één um, welke behoefte vervult het en stap twee is dan wat kan ik bedenken een andere activiteit die ook voor die behoefte zorgt dus als je het hebt over ik pak mijn telefoon um, ter afleiding om nog niet aan alle dingen die ik moet doen uh, te denken vandaag dan die ik vandaag moet doen te denken, zo moet ik het zeggen. Um, dan kan je ook denken, ja, ik ga bijvoorbeeld een stukje wandelen, of ik ga mediteren, of ik ga journalen, of lezen. Dan hoef je ook niet bezig te zijn uh, met al die taken die nog voor je liggen. Ja. Dus, ja. ja. En eentje die er dus uitspringt is van uh, bang te willen zijn om niks te missen. Uh, dat is denk ik een hele duidelijke behoefte. Ja. Uh, hoe zouden we die dan kunnen vervangen voor heel veel mensen? Want dat is natuurlijk wel. Iets. Kijk, je moet het een keer checken, denk ik. Ja. Mensen, je, je wil wel op de hoogte zijn van, van iets. Ja. Maar ik denk dus vooral dat we moeten kijken... hoe je dat moment dus kunt gaan uitstellen voor jezelf. Ja, nou ja, kijk, als je het hebt over bang om iets te missen... Um, ja, dat is een, een behoefte die je vervult dus van... ik wil op de hoogte zijn van iedereen. Ja. Uh, dan is de eerste vraag, wil je dat echt wel, denk ik? Uh, ja. Want ja, die behoefte die wordt vervuld... maar is dat iets wat echt past bij die versie van jezelf die je wilt zijn? Wil die echt wel op de hoogte zijn van Jan en Alleman... Personen die je misschien nooit ontmoet en die uh, alleen maar een soort van negatieve input geven. Ja. Um, dus dat is, dat is één. En als het wel zo is dat je echt van bepaalde mensen op de hoogte wilt zijn, ja, dan is het inderdaad de vraag: wanneer kun je dat moment ook inplannen? Ja. Ik heb bijvoorbeeld zelf voor mezelf wel een half uurtje per dag waarin ik wel op Instagram zit en kijk naar bijvoorbeeld personen uh, die inspirerende berichten delen. Maar dat is voor mij echt een inspiratiemomentje. Uh, en dan steek je hem al heel anders in. Ja. En hoe ga je dan om met het checken van je, van je mail? Heb je, of de, deed je dat toen ook al niet nee. op dat moment? Nee, dat deed ik nooit. Nee. Die heb ik ook nooit op mijn telefoon gehad. Ja, dat is natuurlijk ook een manier om ervoor te zorgen dat het lastiger is om dat te bereiken, waardoor ja. je het minder snel doet. Precies. Hmm. En, en uh, zullen we nog een ander voorbeeld uh, delen ja. voor mensen? Goeie eentje die denk ik wel veel wordt gezegd. Dan moeten we even kijken. Weet je er eentje? Toevallig? Nou, heb jij iets gehad waarvan je zegt, daar wilde ik mee stoppen? Kijk, ik denk dat je als ander voorbeeld kan je wel zeggen: ja, s'avonds op je telefoon zitten, is eigenlijk hetzelfde. Maar dan gaan we op hetzelfde voorbeeld in, zeg maar, dat telefoon checken. Dus dan is ook eerder iets anders doen. Um... Ja, de eerste waar ik aan dacht was ook dat je s'avonds, als je in bed ligt, nog op je mobiel zit om naar een filmpje te kijken of wat dan ook. Ja. Dat hangt wel samen, of je dat nou in de ochtend of avond doet. Dus, denk ik hetzelfde principe. Ja, dat denk ik ook. Um... Even denken, wat je zou je zou ook, ja, kijk bijvoorbeeld, stoppen met roken is er één, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee, dus dan is het lastig om daarover te praten. Ja, um, je kan ook denken aan stoppen van uh, het vergelijken van jezelf met anderen. Waarom doe je dat en, en wat zit daar voor voordeel aan? Of het stoppen met non-stop doorwerken en altijd maar bezig willen zijn. Misschien is dat ook wel een dat goeie. is wel een eentje die herkenbaar is voor, ja. voor onszelf. Dat denk ik ook. Ja. Dat, dat we heel snel in die doelmode zitten. Ik denk dat iedereen dat heeft. Ja. Het stoppen met alsmaar iets willen doen, dat is het denk ik vooral. Ja, en het gevoel dat je altijd bezig moet zijn, ja. omdat je anders of niet goed je best doet, of, of dat je misschien jezelf lui vindt. Eh. Ja. Dat is ook weer een gedeelte met, met stemmetjes in je hoofd, hè. Ja. weet je, van hoe, gaat, hoe ga je daarmee om? Ja, precies. Um, maar oké, okay, maar welke behoefte heeft dat dan, weet je? Het, het gevoel dat je alles moet doen, of dat je constant bezig moet zijn. Nou, ik denk dat dat verschillende behoeftes vervult. Ten ja. eerste is het weer het stukje uh, ontsnappen aan um, misschien wat je, wat je echt voelt, of wat je um, dingen die spelen. Het is natuurlijk weer een stuk afleiding. Ja. Als je werkt, dan hoef je niet te denken aan alle, alle vervelende dingen of uh, wat dan ook. Um, maar ook een stukje behoefte vullen in de zin van je voldaan voelen. Dat denk ik ook. Want we hebben het idee, als we honderd dingen af kunnen strepen op een dag, dan voelen we ons voldaan. En dat is denk ik een bepaalde behoefte die iedereen ook wel. Nastreeft. Dus je heel de dag lui op de bank ligt, ja, dan voel je je toch misschien wat minder fijn aan het eind van de dag. Dat heb ik zelf tenminste ook. Um, dus dat voldane gevoel, um, dat halen we vooral nu, als ik naar iedereen om me heen kijk, uit heel actief dingen doen voor je gevoel. Terwijl misschien heeft het helemaal geen zin dat je dat doet. Net als dat ik ook had, ja, ik moet minimaal zoveel uur per dag werken om me voldaan te voelen. En dat deed ik dan ook. Ja. Terwijl je kan je ook voldaan voelen door een meditatie, door een lekkere wandeling, door te journalen. Uh, maar dat beseffen we vaak niet. Ja, dus andere ja, dan komt het weer terug op wat we eerder al zeiden. Van je hebt die behoefte en je probeert er op een andere manier invulling aan te geven. Ja. dus dat is wel een mooi voorbeeld wat je zegt. En ik denk ook zeker als, als millennials zijnde uh, is het hele stuk prestatiedruk mm. en daarbij is dus ook de bijbehorende overtuigingen. Ja. Uh, die horen daar ook allemaal als het ware bij, bij de, uh, bij de routine of in ieder geval de actie, de keuze om altijd maar aan te willen staan en, ja. en bezig te zijn om dan jezelf voldaan te voelen. Ja, ja ja dus dat dat ik denk dat dat ook wel een hele bekende is voor veel mensen maar zo zie je eigenlijk dat je heel makkelijk kan zeggen oké okay, ik doe iets ik wil daarmee stoppen of ik wil het minderen ja en wat kan ik daarvoor doen in de plaats en dat is de manier om een ongewenste routine te veranderen want het is niet zozeer ja, stoppen het is, maar, maar het, het is meer is vervangen ook. ja vervangen ja, ja. denk ik ja. maar goed als je dan en aan het begin van deze aflevering toen zeiden we ook van we focussen ook heel graag op het toevoegen van nieuwe dingen in ja. plaats van het weglaten van dingen ja het grootste uh, punt daarbij is dus omdat het bestaande gedrag wat je vertoont, dat heeft een bepaalde gehoefte, behoefte. Ja. Uh, maar als je dan kijkt naar dingen die we kunnen toevoegen, um, hoe zouden we dat dan bijvoorbeeld kunnen gaan doen? Uh, als je kijkt naar de ochtend, dan uh, zit ik normaal gesproken, zit ik, nou, ik niet, maar even als voorbeeld, op mijn mobiel zit ik te kijken naar, naar social media ja. en naar mijn mail. Ja. Um, dat wil ik niet meer. Ja. Wat zou ik dan bijvoorbeeld kunnen gaan toevoegen ja. om ervoor te zorgen dat ik minder snel als eerste, ja. zodat ik wakker word op een mobiel kijk. Ja. Nou ja, dat kan van alles zijn. Weet je wel, wat ik net zei van wandelen tot journalen tot mediteren... tot als je wakker wordt, even diep in- en uitademen. Uh, en wat denk ik belangrijk is, is als je... ochtends je telefoon checkt, om maar weer even dat voorbeeld te pakken... Dan, en je doet dat nu 10 minuten... dan hoeft het niet in één keer van 10 minuten naar nul minuten. Dus je kan ook zeggen, oké, okay, ik ga vanaf nu, als ik wakker word... ga ik eerst even diep ademhalen. Ik journal in de Wake Up To Grow journal... Beantwoord drie vragen. Nou, dat duurt uh, twee tot drie minuten. En daarna pak ik, mag ik dan mijn telefoon er nog wel bij pakken, zeg maar, om het rustig af te bouwen. En op een gegeven moment zeg je, oké, okay, dat journalen lukt. Daarna kijk ik nog wel op mijn telefoon. Nu ga ik een stukje meditatie toevoegen. Dus ik ga journalen. Ik ga mediteren. En dan mag ik de overgebleven drie minuten nog op mijn telefoon. Zeg maar dat je een beetje um, zo langzaam eigenlijk daaruit ja, wegvaagt. Ja. Dat is de key, want dan is het niet in één keer een hele grote overgang. Um, en gaat die onbewust, wordt die soort van opgeslokt door routines die ja, afgestemd zijn op die versie die je wil zijn. Ja. ja, en ik denk ook als je dan die bewustwording gebruikt uh, tijdens dat je kijkt op je mobiel en jezelf dus afvraagt van, is het nu echt wel noodzakelijk dat ik dit nu bekijk en ja. wat heb ik er precies aan? Weet je, ja. Zijn het nou echt dingen die ik, die ik moet doen of is het meer dat ik het leuk vind om, te, om er maar naar te kijken en dat het echt een ingesleten routine is? Mm -hmm. Ik denk dat dat ook al, die bewustwording zelf al, dat gaat er al voor zorgen dat je. Nou, dat je heel erg bewust bent van nou, ik hoef er niet per se op te kijken, want ik mis mm. niet zoveel. En het is ook niet erg als ik bijvoorbeeld twee uur later iets terugschrijf naar iemand of iemand anders terugbel. Nee, nee, en dat zijn natuurlijk allemaal overtuigingen die we hebben. Hè. Van ja. ik moet in, in, in binnen een minuut reageren. Of als ik dat niet doe, dan wordt iemand boos. Of nou ja, allemaal van dat soort dingen. Um, ja, die overtuigingen moeten ook omgevormd worden. Maar dat is wel op het moment dat jij zegt: Oké, okay, ik ga dus bepaald gedrag vervangen, stap voor stap. Dan op een gegeven moment krijg je ook andere overtuigingen erbij. Want je creëert bewijs voor jezelf dat wanneer jij ochtends niet je, je mail checkt of je appjes beantwoordt, dat dat ook oké okay is. Maar dat bewijs en die overtuigingen, dat, dat creëer je alleen door die actie, door te doen. Ja. Want je kan wel tegen jezelf zeggen: Oké, okay, als ik niet meer op mijn telefoon kijk, ochtends, dan zal dat niet erg zijn. Maar door geen bewijs daarvoor te hebben, weet je dat niet? Nee. Dus je moet een soort nieuwe, ja, Nieuw uh, ja, ja, creëren voor jezelf. En dat is ook de manier om uiteindelijk te veranderen. Ja. Ja. ja en daarom staan wij ook altijd achter de routine's. En om dat aan te pakken, ja. de kern van je gedrag als het ware. Ja. Uh, dat hele onbewuste zo proberen te transformeren dat je dus bewust gewenst gedrag gaat creëren, ja. wat uiteindelijk dan weer onbewust wordt. Ja. Een beetje een lastige zin, maar ja. dat is wel wat we doen. Ja. ja, maar dat vond ik ook wel mooi dat je zei... Van gewoon bewust worden van wat je doet op die momenten. Dat is stap één, want je moet dus ook achterhalen... Hé, welke behoefte, uh, ja, in welke behoefte voorziet die routine, zeg maar. Ja, dus meer van waarom doe ik dit? Ja. ja, dus ga ook eens als je deze podcast hebt geluisterd... voor jezelf de dag door en kijk bij dingen die je doet... En waarvan je denkt, ja, misschien wil ik dat wel helemaal niet. Je is afvraagd van, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, kunnen we hem dan even pauzeren en dan even zeggen van... oké, okay, als we nou een, een soort van framework moeten maken... om dus een ongeweste routine te stoppen. Ja. Wat is dan de eerste vraag die je zelf moet stellen? Nou, schrijf in ieder geval de routines of de acties die je op een dag doet op... waarvan je denkt, die wil ik eigenlijk niet. Of die staan niet in lijn met... Wat ik wil bereiken of wie ik wil zijn. Ja. Dat is stap 1. Dus maak gewoon eens een lijstje met dingen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt: Oké, okay, ik lunch achter mijn beeldscherm. Ja. Uh, ik start de dag met mijn telefoon. Uh, ik rook misschien. Um, ik ga s'avonds uh, te laat naar bed. Ik wil eerder naar bed. Um, telefoon kijken je te voordat, ja. als je in bed ligt. Ook, snoezen. dat ook, ja. Of misschien wel onbewerkt eten. Of, of snacken zonder dat je door. Een beetje met een zak chips voor de tv. Ja. Ja, het kan echt van alles zijn natuurlijk. Maar het kan ook een stukje jezelf bekritiseren zijn. Nou, als je continu zegt, ik kan dit niet. Of waarom doe je dit? Of uh, waarom heb je dat nou gezegd? Dat is ook een bepaalde routine die er is ingesleten. Okay. Waar je ook mee kan willen stoppen. Ja, oké. Okay. Dus, dus stap 1 is, uh, kijk wat je allemaal doet op een dag. Nou, en ja, en wat je daarvan niet meer wil doen. Dus waar je mee wil stoppen. Ja. Ja, maar het is denk ik sowieso goed om eerst alles op te schrijven van ja, wat doe je nou eigenlijk ja. op een dag. Stap 2 is dan wat zou je ervan niet echt meer willen doen? Ja, precies. Wat sluit niet aan bij die versie die jij wil zijn ja. eigenlijk? Ja. Stap 3 is denk ik het ontdekken welke behoeften dan worden ja. vervuld met de dingen die je graag niet meer zou willen doen. Ja, dus die acties of routines op een dag, uh, dat je gewoon de dag doorgaat en zegt: Oh ja, nu komt die routine omhoog. Hè. Ik ben aan het lunchen zonder, uh, en ik zit achter mijn beeldscherm. Welke behoefte voorziet dit? Ja, ja. Misschien dat je zoveel mogelijk af wil krijgen dus. Weer dat voldane gevoel. Ja. Dat kan het voorzien. Maar inderdaad, schrijf achter die routines of acties op... welke behoefte daar zeg maar achter zit. Ja, of wa wat je denkt dat het is. Ja. Want het gaat natuurlijk nog steeds om experimenteren... Ja. of het ook daadwerkelijk zo is. Misschien heb je wel een heel ander iets wat op kan poppen op het moment dat je dus je telefoon checkt. Dat je denkt van... oh nee, het gaat niet om uh, checken wat ik wil, wil doen of moet doen. Ja. Het gaat meer om een stuk afleiding... omdat ik niet aan de dag wil beginnen. Uitstelgedrag. Ja. Oké. Okay. Ja, en dat hoef je ook niet meteen te weten. Als je de eerste dag denkt... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet waarom doe ik dit eigenlijk. Laat het en doe het de volgende dag weer en daarna weer. En dan vanzelf ontdek je... Waarom je het wel doet, of je gaat een bepaald patroon herkennen. op welke momenten jij je telefoon pakt. Ja, dan wordt het echt leuk. Ja, als je dan denkt: oh, elke keer als je onrustig wordt. of je moet, je moet echt iets doen. maar je wil er eigenlijk niet aan beginnen. en je pakt dan je telefoon. ja, dan kun je een soort van dingen gaan linken. Oké, okay, dus uh, we gaan hem weer even terughalen. want we willen hem lekker praktisch maken voor mensen. Stap 1 is dus opschrijven. wat je op een dag allemaal doet. Ja. Uh, het hoeft niet allemaal in één keer ook opgeschreven te worden. Uh, schrijf gewoon op wat er als eerste in je hoofd opkomt. Ja. de duidelijke dingen. Twee, ga door die lijst heen en ga kijken van. Wat wil je niet meer doen? Welke dingen wil je ja. niet doen? Drie. Behoefte Welke drachten? behoefte vervult dat? En dan zijn we bij stap vier. Stap vier is, kan je iets anders bedenken? En zo ja, wat? Wat ook in die behoefte voorziet. Ja. En, en wat je ook leuk vindt om te doen, uiteindelijk. Want we ja. moeten het wel leuk vinden om te doen. Ja. Hebben we dan nog een vijfde stap? Um, nou ja, dan is het doen. Experimenteren Probeer en het. kijken wat er gebeurt. Ja. En in die kleine stapjes. Dus als jij inderdaad nu zegt: uh, ik vond die van bekritiseren ook wel goed. Ik denk dat het ook herkenbaar is voor veel. Uh, als je dus opmerkt, ja, je kritiseert je best wel vaak op de dag en je wil daarmee stoppen, dan kun je zeggen: Nou, hè, ik doe dat um, omdat je misschien, nou ja, het kan, het kan vanaf het baasidee komen dat je jezelf niet goed genoeg vindt. Uh, dan, dan vervul je eigenlijk heel de tijd, of je, je, hoe zeg je dat? Voed die overtuiging, laat ik het zo zeggen. Um, dus op het moment dat je zegt: Oké, okay, ik wil daar verandering in brengen, dan kun je ook kijken: Oké, okay, welke andere overtuiging wil je misschien gaan voeden? de overtuiging om je wel, jezelf wel te accepteren om wie je bent. Dus dan kun je zeggen, elke keer als ik mezelf bekritiseer... zet ik er ook iets tegenover, dus voeg ik iets toe... Uh, in de vorm van een compliment of wat er goed ging die dag, een succesmoment. Dus je mag ook nog wel dat bekritiserende, um, ja, die bekritiserende gedachten hebben... maar voeg daar een, een positieve gedachte aan toe, zeg maar. Uh, en op een gegeven moment wordt dat jouw nieuwe normaal... en zullen die bekritiserende gedachten steeds meer wegvagen... En dat is die hele kracht van het toevoegen van bepaalde routines of acties. Ja. Uh, omdat dan langzaam hetgeen wat je niet meer wilt, wegvaagt. Dat is het hele idee natuurlijk. Ja, dus dan is het daarmee experimenteren. Ja, en dan weer dat proces blijven herhalen. Blijven herhalen. Eh, totdat je denkt van, nou, alles wat ik nu doe, daar ben ik best wel tevreden over. Ja. En, en sowieso moet je tevreden zijn met de dingen die je doet. Want het is meer als een, zie het leven gewoon, en dat hebben we al eerder gezegd, zie het leven gewoon als een soort spel. Ja, dat ja. is het echt. Dus ga, ga gewoon ontdekken wat je doet op een dag. Nou, wat wil je dan liever niet doen? En dan ga je gewoon experimenteren met wat dan beter voor jou zou kunnen werken. Ja. Ook al weet je misschien niet of dat ook zo is en gaat zijn. Uh, maar maak er gewoon een, een spel van. Zie het luchtig. Uh, wees wel tevreden met dit moment. En kijk gewoon hoe het een stapje beter kan. Ja, en dat is denk ik ook een hele belangrijke bij die laatste stap. Oordeel niet over jezelf. De microfoon wordt even goed gezet. <laughs> maar oordeel niet over jezelf. Ja. Um, het is niet goed of fout wat je allemaal doet. Alleen je bent aan het kijken... Hey, kan ik dingen anders doen om me nog beter te voelen? Dus oordeel niet. Ook al kritiseer je jezelf 100 keer of kijk je uh, 10 uur per dag op je telefoon, dat is hoe jij je nu gedraagt. Dat is oké. Okay. Ik bedoel, ja, dat is zo gegroeid, onbewust. Um, ja, dus kijk alleen van hoe, hoe wil je het anders? Maar ga jezelf niet uh, bestraffen of uh, nee. Nee. Je, je irriteren aan wat je doet. Um, ja, je kunt alleen kijken, hé, welke stapjes kan je weer vooruitzetten naar, naar wie je wil zijn. Ja. Nog iets toe te voegen? Nou, ik vond hem uh, heel erg praktisch en heel erg ja. duidelijk voor mensen. Ik ben nog wel benieuwd of jij uh, iets hebt gehad de afgelopen jaren. dat je zegt, nou dat deed ik, daar wilde ik echt mee stoppen. en daar ben ik dit voor gaan doen. Dan moet je, denk ik, best wel over nadenken, maar. Dus iets waar ik echt mee wilde stoppen. Mm -hmm. en wat ik heb veranderd daarvoor. Ja, ja wat er als eerste in mij opkomt spelen. is toch dat uh, het uitschrijven van gedachten die ik in mijn hoofd heb uh, mm. zitten. Omdat ik ook een tijd heb gehad, zeker in het begin. toen we ook begonnen met ondernemen. natuurlijk als ondernemer zijn er dan heel veel ondernemers die luisteren die herkennen dat vast wel. Um, als ondernemer moet je natuurlijk toch denken aan heel veel verschillende gebieden en vlakken. Hey, of het nou financieel is of, of, of hoe ga je het bedrijf laten groeien, wat dan ook allemaal. En er zijn allemaal verschillende taken in verschillende categorieën als het ware. En in het begin dacht ik van oh ik kan het alles prima onthouden, want ja ik heb best wel een goed geheugen en oh, ik, ik kan het allemaal in mijn hoofd afvinken. Totdat ik al heel snel merkte van ja dit dit gaat gewoon niet goed zo, want ik vergeet heel veel dingen, er gebeuren heel veel dingen um, waarvan ik had gezegd dat ik, dat ik ze zou doen. Maar ik doe ze niet meer omdat ze compleet ben vergeten. Dus toen ben ik gaan kijken van hoe kan ik nou die behoefte dus om... Nou, dat is waarschijnlijk om dingen te onthouden. Mm. Hoe kan ik daar een ander systeem voor bedenken om die taken beter te kunnen onthouden... en het overzicht te kunnen blijven behouden? Ja, voor mij is de uitkomst het programma To Do. Dat is een soort digitale to-do-lijst. Die is gesynchroniseerd met alles. Dus op mijn mobiel, op, uh, op mijn computer, laptop, overal waar ik dan ben... kan ik eigenlijk binnen een seconde een taak opschrijven die in me opkomt. En zodra ik hem heb opgeschreven, dan is die uit mijn brein. Uh, en kan ik hem, na de hand kan ik hem er weer bij pakken in, in mijn systeem. En, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer rondloop... met allemaal gedachten in mijn hoofd van dingen die ik zou moeten doen. Ja. Want dat zit allemaal in mijn mobiel of in mijn laptop. Uh, en op die manier kreeg ik dus heel veel overzicht, dus dat is die behoefte, overzicht ja. en weten wat ik moet doen, terwijl ik het allemaal niet in mijn hoofd heb. Ja. Dat is een hele duidelijke voor mij. Ja. Waar ik, nou, ook weer sinds een aantal weken, als je er echt weer bovenop gaat zitten, dan merk je gewoon hoeveel impact dat heeft op hoe je je voelt ook, dat je dus zoveel meer rust ook ervaart. Hmm. En Dus dat is die behoefte daarin geweest. Ja, ja. ja mooi. Mooi, denk ik. Oké. Okay. Nou, ik denk een waardevolle podcast. Zeker. Dan gaan we hem hier afsluiten. De eerste van 2022, althans die we hebben opgenomen, want er is er wel een online gekomen ja. met Sanne. Ook een hele interessante om te luisteren. We hopen dat jullie hier weer veel aan hebben gehad. Dat je aan de slag gaat met de stappen die wij hebben benoemd in deze aflevering. Laat ons ook vooral weten hoe dit gaat. Als je ergens tegenaan loopt, vraag het ons via Instagram. Je kunt gewoon een DM sturen. Of een mailtje mag natuurlijk ook altijd. En dan zien we jullie weer bij de volgende aflevering.